Is het iemand minder calorieën gebruiken, zou ook goed voor in dit geval mij zijn. Dankjewel voor de tip. Krijg lekker de tyfus. Hey! 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 Hey. Hey! Mensen! Kijk maar nou hier weer zitten, je wordt wat steeds erger deze maand. Mijn Quasimodo pak is Quasimodo. Ja, ik had hem echt besteld naar die Quiplash video. Heb je de Quiplash video nou niet gezien? Dan ben je echt dom, want die was echt heel leuk. Wat is dit al dit? Mensen, gelukkig was er deze week heel veel content op FIFA. Bundesliga, Team of the Season. Ze hebben echt uitgepakt. Het is weer zo lang. Ik heb 40 pakketjes klaarstaan. Klaar. Waarvan de meeste deze Bundesliga Premium spelerspakketjes zijn. Maar ik kan wel proberen er eentje te openen. Maar ik heb ook nog een of andere spelerskeuze hero. 1 van 3 Bundesliga 85+. Ik ga hem blind doen. Dat wil zeggen dat ik mijn ogen dicht doe. Nu op R3 klik. En zie dat Sommer 1 van de 3 keuzes is. Dat is vrij kut. De tweede keuze is een toet. Hummels, let's go. 87k. Ja. En de laatste is maar liefst. Bam. André Silva! Die is denk ik echt 30k waard. Nou, nah, en 91 is wel 50k waard. Een walkout. Een team of the season. Na 20 van die dingen is het uiteindelijk zover. Godverdomme lul, die heb ik al in mijn club zitten. Yes, nog één. En weer een team of the season. Nu gaat het toch wel even hard. Komen we toch wel aan die 5 totaal. Spanje, Angelino. Ah, je zou dat Noorse vlagje maar zien, jongen. Nou, dat waren ze. Zowat 40 van die dingen geopend. Supergoed zijn ze niet. Maar wat wel goed is, is deze 5 Bundesliga spelerspakketjes. Ik ga hem gaan openen en ik ga ook wederom niet kijken. Ik doe mijn ogen dicht. Ik moet snel mijn ogen dicht doen, want anders zie ik al of die blauw is of niet. De kans dat dit niet blauw is, is volgens mij vrij klein. Als het goed is, sta ik nu met Kostic een 83 op de allerslechtste van de pack. Dan gaan we eentje naar links. Is ook een 83. Dan gaan we eentje naar links. Is een 84. Waarom is dit zo slecht? Dan gaan we eentje naar links. Een Team of the Season. Dat betekent dat er 2 Team of the Seasons in zitten. Baku in 3, 2, 1. Müller, daar is hij opnieuw. Oh, Thomas. Heb ik hem alsnog van de week natuurlijk moeten discarden. Hier is Gijs van Wigge. Ik weet niet of jullie deze jongen kennen. Maar die heeft een goede opmerking. Die zegt dat ik kaal ben. Jongen, wat ben je debiel. En tot slot hebben we nog een 91 plus Prime Icon pakketje. Dat klinkt ook beter dan dat het is, want heel veel eikers zijn 91 plus ook hele slechte. Maar goed, een gulletje of zo. Ja, nou, dan ga ik nu dus weg. Nou ja, dat kan nog wel goed zijn als het niet Bobby Moore is. Maar waarschijnlijk is het Bobby Moore. So, u kent het wel. Het is weer zo. In deze grote jongen moet die Haaland dan toch echt eindelijk zitten. Maar voordat we die gaan openen, hebben we nog een Liga NOS Team of the Season speler. En ik heb het team net even bekeken en ik kwam tot de conclusie dat helemaal niks boeit wie je krijgt. Oh, ik heb nog een 1 van 3 Bundesliga spelen. 85 plus. Gaan we die weer blind doen? Ja, die gaan we weer blind doen. De eerste Wow, dit ziet eruit als een hele rappe jongen van aan die zijkant. Is het dat we willen vandaag? Nee, eigenlijk niet. Dus we gaan door naar speler nummer 2. En dat is ook een Team of the Season. Kunnen we er 3 Team of the Seasons van maken? Dat zou lekker zijn. Ik heb Angelino, die had ik al gepakt, die heb ik net ingeleverd. Dat is een bizar verhaal, toch? Gaan we dan voor die derde Team of the Season? Jawel, we hebben er gewoon 3. Wat is dit lekker, zeg. Het zijn inderdaad 2 hele slechte, maar Coman is gewoon lekker. Die kiezen we. Kom op, geef die Noorse vlag. Ik wil hem gewoon, jongen. Kom op. Niet die Portugese vlag. Inmiddels kunnen we wel concluderen dat Wout Weghorst geen Team of the Season meer gaat krijgen. Ook niet in moments. Na zijn fantastische seizoen is de beste kaart die hij heeft gekregen een 86 in vorm. Wout, als je nu naar links kijkt, wat denk je dan? Dat is Lucky, hè? En wat denk je als je Lucky ziet? Ik krijg lekker de tyfus. Woutje krijgt gewoon een plekje in het team. Dus even die Alisson, die staat natuurlijk op de bank, echt een held. Kopt in de allerlaatste minuut de winnende binnen waardoor Liverpool Champions League haalt. Dan zou je toch zeggen, geef hem een hero kaart of iets. Nul! Nul kaart heeft hij gehad, tot op dusver. Misschien komt het nog, maar ik denk niet meer dat het komt. Gewoon ook geen inform. Dat komt misschien dat hij vorige week precies de week ervoor al een inform heeft gehad. En EA wil nooit 2 informs achter elkaar. Maar kom op voor een keeper die in de laatste minuut de winnende erin kopt. Geef hem een kaart. Wat een idioot pak is dit, zeg. Ik zie trouwens net dat er nog 600k pakketjes in de winkel zijn. Dus die openen we ook even. Nog voor 1 Bundesligaatje. 1 banger. Als je erover nadenkt, is het misschien niet eens zo heel gek dat Weghorst geen Team of the Season heeft gekregen. Aangezien die ook maar 4e op de topscorerslijst is geworden. En om nou 4 spitsen een Team of the Season te geven. Deze vent is namelijk toch. Ja, die was namelijk net nog iets beter dan Woutje. Net als dan die derde kutspits die er dan in zit. Krijgen we er nog een? We krijgen er gewoon nog een. Geef me die Noorse vlag. Een Duitser.
Het is de derde keer dat ik Müller pack. Goed, ik zei in ieder geval dat ik het ging doen. En vandaag is dan ook daadwerkelijk de dag. Daar is hij, dames en heren. Team of the season. Erling Haaland is niet binnen, want deze veiling is afgelopen. Pakken we gewoon eentje die nog clean is. We pakken er gewoon... Die is ook afgelopen. We pakken er gewoon eentje die... Lik me bol gooi, joh. Kusspel. En daar is hij eindelijk binnen, dames en heren. De eerste keer dat ik, denk ik, ooit een Haaland heb gekocht in mijn leven in FIFA. Hey, wat past die perfect in het team? En wat heb ik een idioot dom centrum met Hummels en Boateng. Hoeveel pace is die Boateng? 80 rond. Wat gaan we mensen slopen vandaag? Kijk, daar is hij aan de bal. Oh, wat doet hij dat simpel, zeg. Oh, je ziet het. Dit is zijn seizoen. Sorry. Hey, hallo. Blijf eens even staan, jongen. Sef Haaland. Dat zag ik gisteren volgens mij. Scoren in het begin van het seizoen een doelpunt en in de... Scoren aan het begin van het seizoen een doelpunt. Dat is niet heel bijzonder, want dat doet hij wel vaker. Alleen toen mocht je nog niet juichen in de Bundesliga. Dus toen moest je soort van op afstand blijven tijdens het juichen. Wat op zich wel een beetje vreemd is. Daar gaat Wout Weghorst trouwens de diepte in. En dat ziet er dan... En dat ziet er dan een beetje zo uit. Het is weer zo lang geleden. Ik weet niet wat er gekker uitziet. Haaland met kort haar, dat guitige korte koppie nog. Of deze Tia. Ja. Sorry. Heb ik nou rood met Boateng gekregen voor dit? Je krijgt nergens rood voor en ik krijg hier ineens rood voor. Je moet Haaland even op zijn kracht gebruiken. Gaan en dan gewoon met links rammen. Kijk, dit is gewoon easy. Dit is altijd een goal met links daar ook. Nou, dan wordt het toch tijd voor een wisseltje achterin. Daar is hij, Bobby Moore. Oh. Ja, zit hij tussen. Gaat Müller dan door? Wat gebeurt hier? Nee. Zit hij er natuurlijk weer in? Gaat hij nou voor de derde keer een voorzet scoren? Ongelooflijk wat hier gebeurt, hè? Door, Wout, boom. Lekker, Müller, 3-2, hoor. Dit kan nog. Doorskippen die handel. Kom op, jongen. Sabitzer. Zien we daar Wout? Zien we daar Wout de diepte in sprinten? Zien we daar Wout? Nee, joh, met links. Dat kan die ook helemaal niet. Wout. Wout met Haaland. Trackback. Dummy. En de voorzet op Wout. Kop hem erin. Lekker, jongen. Twee van die boomlange spitsen. Wat kopt hier weer goed in. 3-3. Dit kan nog. Dat kan zeker als je gelijk staat in de 80e minuut. Maar dan snap je er waarschijnlijk zelf ook wel. Nee, more. Tussen. Nee. Wat doet hij? Gaat hij weer? Hij doet het voorzetten challenge of zo. Hij doet alleen maar voorzetten, deze gast. Nee, wat is dit nou? Nee. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Nou, 3-3. Dat is wat het blijft. Helaas. Nou, dan moet je het vanaf nu gewoon in de basis gaan laten zien, hè, more. Ik vertrouw op je. Dit wordt jouw pot. Voor... Zie ik daar nou die Mbabu? Zou die zometeen nog op rechtsback staan? Of zou die zometeen toevallig zijn doorgeschoven naar het centrum? Ik zie op het echte verdedigers. Echte mannen. Hummels. Bobby Moore. Oeh, daar zat hij er toch helemaal naar. Oh, de bal ook. Ging ook naast blijkbaar. Hé, staat Mbabu daar in het centrum toevallig? Zie ik het nou in het centrum? In een vijfmans verdediging. 1, 2, 3, 4, 5. Ik dacht even dat er meer waren dan 5. Maar inderdaad, een vijfmans verdediging. Zo, Fernandez. Haaland. Haaland met de dummy nu. Haaland met de kap omdat hij naar links moet. En met de goal hier natuurlijk omdat hij er altijd in zit dan. Denken jullie dat Haaland veel seks heeft? Zelfs iemand of wij dat echt niet kan inschatten. Misschien was de laatste keer wel na die opnames van If you're maybe a bit stiff. I am. Want toen is het zeker gebeurd. Ah, nu zit het toch, staat het toch 1-1. Ja, een goede passeeractie van Costa met zijn kleine hoofd. En dan gaat hij natuurlijk ook nog in omdat hij hem zo meekrijgt. Dit is ongelofelijk. Ja, lik me bochel, jongen. Klik door. Oh, weer een voorzetje. Ik word helemaal misselijk van dit spel. Deze hoef ik ook niet te verliezen, jongen. Die comeback gaan we nog pakken, man. En een corner kopt hij erin. Jongen. Die Mbabu weer. Ik word helemaal strontziek van die vent, jongen. Pleur nog eens een keer op, man. Ja, er zit echt nog maar één ding op, mensen. Het spijt me zeer dat ik dit moet doen, maar... Ja, als ik nu niet meer ga winnen, dan weet ik het ook niet meer. Kijk, nu zitten we in die situatie dat een Mbabu nog alleen achter is. Maar ja, kijk, dan is het gewoon opgelost. Easy. Dan is hij weer. Het is ongelooflijk. Kijk, het is gewoon... Mijn karma is wel zo slecht dat ik zeker in het volgende leven als plofkip geboren word. Maar dan heb ik er gewoon voor over voor deze mooie dag die we hier beleven met z'n allen. Zijn verdediging staat echt als een... Jongen, wat is dit nou weer? Dit lijkt een beetje op die vrije trap van Duitsland. Ken je die nog? Het is weer zo lang. Ik vraag me tot op de dag van vandaag af of dit bewust was of dat dit echt een ongelukje was. Want dan was het echt heel triest geweest. Ik weet niet waarom ik hem hier chipte, want ik zag duidelijk dat er iemand op de lijn stond. Maar ik wil het iets te mooi doen vandaag. Eigenlijk had hij met een keiharde vlam ook van de lijn gehaald.
Was dat hem misschien? De omhaal van de dag. Hebben we hem nu al gehad dan? Ja, Haaland stuurt hem weg. Haaland stuurt hem weg. Ik zie geen Mbappé. Geen Mbappé te bekennen. Gaan we gewoon in de korte hoek rammen met Wout. Met links natuurlijk. Beide benen. Ik begin me ondertussen een beetje af te vragen. Omdat hij zo vaak met links schiet. Of IEM niet per ongeluk links heeft gemaakt. Haaland door. Haaland door. En de dummy. Dummy op helemaal niemand. Dat is ook het mooie. Dan dummy eigenlijk jezelf. En Wout. Boom. Met links voor de zoveelste keer. Doei. Ik heb iemand laten ragequitten door Mbappé. Weet je wel. Mensen zijn gelijk triggerd vanaf moment 1. Oh ja, trouwens nog even een ding. Ik zou het Bayindier-shirtje natuurlijk bestellen. De keeper van Fenerbahçe. En dat heb ik in eerste instantie geprobeerd. Toen kwam ik erachter dat ik op de kidsafdeling de hele tijd stond. Die site was ook in het Turks. Een beetje onoverzichtelijk. Maar eigenlijk was ik zelf voornamelijk gewoon heel blind. Later kon ik het keepershirt wel vinden toen ik gewoon bij de volwassenen keek. Alleen ik heb hem nu al een paar keer op verschillende dagen geprobeerd te bestellen. Maar elke keer geeft hij een foutmelding als ik hem wil kopen. Gaat hier even iets fout? Ik moet even checken hoe ik dit op ga lossen. Want ik wil hem natuurlijk wel graag bestellen. Maar daar hou ik jullie nog wel even van op de hoogte. Dus dat komt goed, mensen. Oh, doet het weer met links. Wat gebeurt hier? Hij is wel rechts. Hij heeft 3-star weak foot. Wat zie ik hier? Boom! Hij is er gewoon nog. Vandaag is hij ook niet geskipt, jongen. Kom op, jongen. Elke video. Je weet dat hij valt. Nee, jongen. Hij doet het gewoon. Wat een poeier was dit, zeg. De ophaal van de dag. Je weet het. Hij valt uiteindelijk toch nog wel. Hoi, joh. Transformerie van Quasimodo in fucking Tarzan. Is het aan het eind van die film ook niet dat Quasimodo ineens lekker wordt? Omdat hij dan iets doet of zo? Een paar klokjes luiden. Of blijft hij altijd lelijk? Ik ken die hele film niet, man. Die opnames waren ook al zo lang geleden, weet je wel. Ik ben ook inmiddels al wat ouder. Mensen, we winnen hem helaas niet. Maar goed, daar ging het ook niet om vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen. Dag. Abonneer trouwens even, mensen. Want, ja, er was iets. Maar ik ben denk ik vergeten wat het ook weer was. Nou, ik denk dat jullie het wel weten. Laat me weten in de comments of zo.